Je denkt soms wat een triestig jaar. Al die rampen bij mekaar. Maar dat vreselijk voorval, de ergste ramp van al, die is afgewend. Want Katje Lee is in leven, door die BV's in leven gebleven. Laat Lee leven. Waaronder ook buikspreker Steven. Steven buikspreker. Nee, ze hebben het niet laten euthanaseren. Laat Lee leven. Het is zo zalig nu. Jij zit daar in Peru. Peru. En wij vieren hier. Want Katje Lee is in leven. Mensen waren ervoor. Sommige mensen zijn tegen. En wij zijn vliegjes nog steeds aan het zweven. Akkoorden cijfers die zijn goed gestegen. Maar Katje Lee is in leven. In Australië was het om te zweten. In Beirut heeft het goed zitten beven. Maar hij zegt Katje Lee is in leven. Dankzij buikspreker Steven. Katje Lee, waar je ook bent in Peru, wij denken aan jou. Wij laten Lee leven. Nog in leven, dankzij Steven, zitten beven. Miauwkes. Zijn jullie ook zo'n fan van een levend Katje Lee? Of van buikspreker Steven? Meer bekend als Steven Buikspreker. Like dan deze video. En abonneer op ons YouTube-kanaal. Dankjewel.